Deze nieuwsuitzending die gaat over Marokkanen, buitenlanders en andere problemen in het algemeen. En dan weer vanuit verschillende hoeken bekeken. Dat je denkt van, hé, kan ik het ook uit die hoek bekijken? Nou, ik denk het wel. Voordat ik ga beginnen met Marokkanen, buitenlanders en andere problemen, maak ik even kort reclame. Want onder mijn video heb ik heel zorgvuldig een aantal links geselecteerd als sieraden van het internet. En daar staat wel meuk waar je wat aan hebt. Ik ga ze niet allemaal opdreunen, want dan raak je van apropos en dan dwaal ik weer af. Maar je moet naar onderen scrollen. En Alan Watts, die zou ik even pakken. Jörg Liesman, etterlijke uren. Mato Djelic, ja, je moet dat leuk vinden. Schaakles. Hij heeft een mooie stem. En Mato Djelic, die komt uit Joegoslavië. Hij heeft een keer gezegd waar hij precies vandaan kwam. Maar dat weet ik niet meer. Niet uit Servië. Misschien uit Kroatië. Ja, en daaronder staat Bill Hughes. Dat is geweldig. Als je er zelf geen zin in hebt en je kent iemand van 13, dan laat je hem luisteren naar Bill Hughes. Want ze kijken allemaal naar Game of Thrones. Dus ze kunnen Engels. Een Nederlander die geen Engels kan, nee man, die wil ik ook niet in mijn reet hebben. Ik wil helemaal niks in mijn reet hebben, maar ook zeker geen Nederlanders die geen Engels kunnen. Wat ben je nou weer van homo? In de slechte zin van het woord. Hè. En daaronder staat Anonymous. De man die daadwerkelijk niet bij naam bekend wil zijn, die film is helemaal totaal geheim opgenomen. Erg zorgvuldig. Maar heeft een hoop geld gekost. Ik denk iets van $15.000 of zo. Dat is voor een film niet duur of zo. Erg mooi in die documentaire van Anonymous dat ze even gaan proberen om een achterpoot van een lam te verkolen. Nee, te verassen. Niet verkolen, nee, verassen. En hoeveel hout heb je daarvoor nodig? We hebben zo'n lamsbout van 10 kilo of zo, 8 kilo. En dan een partijtje hout. En dan Burn Baby Burn, Disco Inferno. Nou, dat lukt je niet zomaar. Hoor. Dan ben je ook er in één keer achter waarom er een industrie bestaat hier in Nederland om dat even zorgvuldig te doen in anderhalf uur. Mijn vader was in anderhalf uur pleiten. Ik was voor die tijd al weg. Want de volgende was aan de beurt. En later hebben wij die as gekregen. Anderhalf uur met een professionele installatie. En dan heb je het over een grote oven, hoor. Dat is geen geintje. Ja, kijk er even naar. Kijk en huiver. We gaan nu terug naar het vrolijke onderwerp. Marokkanen, buitenlanders en andere problemen. Nieuwsuitzending XXX. Ik ga geen blad voor de mond nemen. Ik zou niet weten waarom. Ik ken een aantal buitenlanders, waaronder twee Marokkanen. Maar die ene, dat is een schijn-Marokkaan, want zijn vader komt uit Jemen. Of Jemen, zeggen wij. Rashid heet hij. En die andere heet Alal. En die brengt zijn tijd door hier
in Nederland, in die tijd dat ik hem nog regelmatig sprak. Met het neuken van blondines en het oproken van mijn wiet. Maar erg was hij niet. Een beetje een vervelende man. Een beetje zeuren over de Nederlandse cultuur. Ja, en jullie vegen je billen af met droog papier. En dat vinden wij smerig. Nou, punt 1. Ik vind natte doekjes ook heel erg lekker. Om mijn anusje schoon te maken. Maar ik gebruik meestal toiletpapier. Ja, dat klopt. Als je er niet van houdt, ja, flikker op. Ik ken ook zo'n Indonesiër of een Indiër, een halfbloed. Ja, jullie hier in Nederland, jullie hebben geen grijs watersysteem. En daarmee bedoelt hij dat je ja, voor de afwas en dat soort dingen, daar hoef je niet dat hoge kwaliteit water voor te hebben. Het is overwogen hoor, hier in Nederland. Om het gezuiverde water door de kraan te doen. En dat je dan nog een spuitpunt hebt. En die kan je gebruiken voor, ja, whatever. Maar daar kan salmonella in zitten en Escherichia coli, zeg maar. Half rottend water. L'eau non potable. Ja, dat geven we hier in Nederland. Ja, dat is uitgerekend. Het is... Punt 1, er moeten dubbele leidingen komen. En punt 2, wat is het risico dat iemand, die komt van zijn werk, even thee maken voor mijn kind en die pakt het grijs waterkraantje. Ja, en dan je kind heeft darmkoliek. Maar dat gaat niet in Nederland. En Indostanistan, waar die kerel vandaan komt, ja, daar hebben ze, ja, daar hebben we echt low potable. En voor de rest hebben we water uit de rivier en dat gebruiken we voor de was. En jullie doen het helemaal niet. Nee, want het is te duur. Homo, ja, rot dan op naar je eigen kut buitenland. In plaats van als Indo hier te komen vertellen dat wij het verkeerd doen met ons watergebruik. Nee, alsof die lullo's in Indonesië alles goed hebben gedaan. En waarom zitten die Indo's dan hier en wij niet daar? Ja. Ik heb wel andere problemen ook aan mijn kop, snap je? Een of andere zeurende Indo die mijn cultuur, hij moet eens weten... Nederland was vroeger kikkerland. En beren liepen erin rond. Er is nog iets opgetekend door een Romeinse veldheer die tegen zijn baas zei, in Rome natuurlijk, die tegen zijn baas zei van laat dit stuk maar zitten. Dit hoef je niet in te nemen. Die man had ook koude voeten. En die Indo's al die tijd, in die dagen, die zaten lekker in Indostanistan Pasar Malam te vieren. Met pindasatésaus. Met hun neus in de zon. Ja, vandaar dat ze zo bruin zijn. Als ik elke dag naar de zonnebank ga, en mijn vrouw ook. Ja, god beter dat je een vrouw hebt, dat zijn andere problemen. Maar ja, dan krijg je ook bruine kinderen. Wat ben jij natuurlijk? Wat denk je nou? Dat heet aanpassing, adaptatie. Maar al die lui zaten lekker in Indostanistan. Dat vind ik allemaal best. Maar dan hier komen vertellen dat wij van Nederland een kutzooi hebben gemaakt? We halen die lui het gore lef vandaan. Hey, ik spreek even in een normale boosheid. Het gaat mij niet per se om Marokkanen. Nee, ze zijn allemaal zo van, ah, wat doen we hier, wat doen we hier? Ja, ik zou het ook bij Juvo niet weten.
Ze kunnen lekker koken. Dat wel. Er is hier een Indonesische toko. Er is niks mis mee, hoor. Er zit hier een Chinees restaurant. Er is niks mis mee. Een lekker goede koop en toch goede friet. Ja, dat mag. Ik kan toch ook een friettent gaan beginnen in Beijing? Met echte Hollandse mayonaise. Van de Gouda's glorie. En al die Chinezen dan zo vragen, mag ik sambal bij? En dat jij dan zegt van, nee man, homo. Dit is geen Chinees, dit is de Hollandse friettent. Je kan er aardjes bij krijgen. We hebben ook nog bayonaise saus. We hebben ook nog mosterd saus. Ja, en inmiddels hebben wij hier in Nederland ook geleerd hoe je een goede pindasaus moet maken. Maar is dat besteed aan die Chinezen? Ik weet het niet hoor. Ja, dat mag hoor. Ik mag ook in Shanghai Joop Frikandel en Co. gaan beginnen. Maar ik naar Shanghai gaan, zoals die mensen waar ik het over heb, die hebben een uitkering. Allebei. Die werken wat zwart. Ja, wat doet dat hier? Dat gaan die mensen zich afvragen. Dit is het land waarin ik geboren ben. En ik ben toegesproken door mijn vader, door mijn opa en door mijn andere opa. Oh, dit mag je wel en dat mag je niet. Dit is ons land. Mijn opa van moederskant, die heeft meegewerkt aan de bouw van een kunstmestfabriek in Irak. En later hoorde ik dan dat de hele boel aan flarden geknald was door de zalige NATO. Samen met de Verenigde Naties. En dat George Bush het zo leuk vond. En de paus zat helemaal te jubelen onder zijn mijter. Hoeveel kunstmestfabrieken hebben Irakezen gebouwd hier in Nederland? Los van het feit dat wij dat helemaal niet nodig hebben. Wij weten wel beter. Stront erin. Echte stront. Organische stront. Ecologische stront. Dan gaan de planten gaan weer groeien. Dan komt alles goed. En buitenlanders snappen dat niet. Die denken dat het Westland, waar al die kassen staan, hè? Die hadden vroeger, ik weet niet of het nu nog is, maar toen had je stadsverwarming. Dan had je één kachel voor een stad, of meerdere kachels of whatever. En allemaal olie erin of whatever. Burn baby burn, disco inferno. Ja, dat kennen die Somaliërs niet. Hoezo heb je een kachel nodig? Ik vind het altijd wel lekker warm. Ja, in Somalië. Maar niet hier in Nederland, homo. Ja, dat was had je stadsverwarming. Dat was een hele goedkope verwarming. Kostte bijna geen drol. En die afgassen, dat bestaat uit. Oké, 20 seconden. Alle buitenlanders, nu gelijk. Waar bestaat afgas uit? Wat kan je verbranden? Oh, volgens mij kan je ijzer verbranden. Ja, dat klopt. Ja. Daar komt energie bij vrij. Maar niet zoveel, hè? Nee. En het duurt ook heel erg lang voordat ijzer verbrandt. Voordat ijzer oxideert. En dat betekent dat ijzer roest wordt. Je hebt eerst ijzer en heb je van die rode kruim. Ja, daar komt energie bij vrij. Dat klopt. Mooi zo. En wat weet je nog meer ter verbranding? Koolstof natuurlijk. N2 kan je niet verbranden, want dat is inert. Dus je moet koolstof verbranden. Nou,
Dan maak je gebruik van koolwaterstoffen op een of andere manier. Dat kan steenkool zijn, kan hout zijn, dat kan methaan zijn. Laten we uitgaan van methaan. Dat is CH4. Dat is een tetraeder. Dat is een piramide met een driehoekige onderkant. Dus die heb je nooit zien staan in Egypte, want die piramides daar, snappen die buitenlanders ook denk ik niet hoor, maar dat zijn geen tetraeders. Dat is geen methaan. Het is een piramide met een driehoek als bodem, als basis. Dat is methaan. Dan heb je dus één koolstof en vier waterstof. Tel maar even met me mee. Dus op de onderkant is een driehoek. Dus 1, 2, 3. En dan daarboven zit een puntje en dat is nummer 4. En daarom heet het tetra, en dat betekent 4, tetraheder. Dus je hebt één koolstof met vier waterstof. Nou, en dat burn, baby burn, dus dat moet er voorbij. Wat heb je nodig om te verbranden? Daar kan je zwavel voor gebruiken. Maar dat is... ja, als je CH4 met zwavel gaat combineren, dan krijg je H2S... dat noemen wij rotte eieren, gas, stank, ellende. H2S is toxisch, by the way. En die andere kant, dat wordt CS2. Dus één koolstof met twee zwavelatomen erbij. En CS2 stinkt als de hel. En het is toxisch. Dat mogen we niet hebben, hè? Nee, wij doen het met zuurstof. Dan krijg je CO2 en H2O. H2O is water. Nou, daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Hé, dacht ik. Nee. En CO2, wat doe je daarmee? Wat denk je dat die Hollanders verzonnen hebben? Waar die Somaliërs, Kenianen, Marokkanen helemaal nooit niet op gekomen zijn. Want het is daar niet nodig. Want ze hebben toch alleen maar woestijn. Maar wij in het Westland vinden het dan leuk om onze menselijke aanwezigheid te uiten door het produceren van bloemen en vruchten van struiken. En die hebben CO2 nodig. Nou, en wat hebben wij gedaan? Nou, van de stadsverwarming, grote pijp, al die CO2 en die H2O, het planten hebben ook water nodig, nou, die kassen toe. En die tuinlui, die betaalde mee aan de investering voor die pijpleiding. En een bedragje per maand. Het heet de CO2-bemesting. Het werkt als een tierenlier. De paprika's die groeiden tegen de kaswanden op. Nou, vind je het gek? En die buitenlanders, die snappen dat helemaal niet. Die begrijpen niet dat wij hier het land gecultiveerd hebben. Van een moerasgebied tot een gebied waar je je kind kan laten in de ronde fietsen met een driewielertje. Behalve dat tegenwoordig allemaal berichten in de krant staan dat er weer zo'n kleuter op een driewieler gepakt is door een buitenlander. En ik zeg niet dat het waar is, misschien kloppen die berichten wel niet, maar het staat niet leuk op het konto. En ik vraag me ook af wat die mensen hier doen. Ja, in mijn eigen land daar werd ik vervolgd. Oh. Ja, nou, dat weet ik. Dat geloof ik wel. Beetje vervolgd, zoals in die mooie film, Das Leben des Anderen. Was het zo erg? Of had je ruzie met je familie? Of wilde je op avontuur? Maar waarom ben je dan niet godverdomme op avontuur gegaan naar Vuurland? Nee, ik wilde naar Amsterdam. Heb je die hoerenweken? Ja, mooi zo. Alsof wij hier in Nederland behoefte hebben aan een toename der sodomieten.
Zoals Alal. Een beetje blonde bitches lopen naken. Ik heb gelukkig ook nog andere problemen dan uitsluitend Marokkanen en andere buitenlanders. Maar die buitenlanders, dat gaat hem niet worden hoor. Dit gaat niet gaan. Het is vastgesteld dat mensen die weinig taalbeheersing hebben, eerder overschakelen op hetzij grof taalgebruik of hetzij lichamelijk geweld. Mijn tante Irene, dat is de oudste zus van mijn overleden vader, die besteedde haar vrije tijd, is gepensioneerd, aan een Nederlandse lesgeven aan Brownouts. Yep. Maar wat moeten kinderen nou, wiens ouders en dan nog in je Nederlands een beetje uit je woorden weten komen? Omdat de tante Irene van Perry Franciscus Martinez Winkel, die heeft jou 3 uur per week Liesje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindenstraat. Dat is een verloren reis. Een reis naar niks. Hoezo moeten wij de godganse wereldbevolking met 43.000 culturen allemaal Nederlands gaan leren? Behalve de man die de mooiste straat ter wereld vond. Nee, behalve de man die de Sarfati-straat de mooiste straat ter wereld vond. Heb ik geen wonderlijke kerel gekend dan een uitvreter. En dan doorgaan over de uitvreter. Ja, dat is de Nederlandse fucking cultuur. Dat is ons Nederlands. Waar moeten wij met die buddelanders allemaal Nederlands lesgeven? Maar dat kennen ze toch thuis ook? In Somalië heb je toch wel internet tegenwoordig? Nou, dan ga je 5 Nederlandse cursus. Dan kan je ook een mooie mop maken, zoals Hans Teeuwen. En een beetje luisteren naar Ferry Maat. In die dagen. En dan kom je hier naartoe. Van, oh, wat is jullie taal schoon? Mag ik erbij? Ik heb hier een probleempje. Technisch hoor, niks aan de hand. Even kijken. Zo. Het gaat allemaal mee, hè? Oké, even. Dit duurt heel kort hoor. Table of processes, klopt het? Oh, fuck man, dat is echt erg. Wat kut. Right, reboot. Even af, ik ben zo klaar. Server is aan het opstarten. Okay. Right. Wat doen al die mensen hier? Er zitten hele vriendelijke lui tussen. Dat vind ik geen probleem. Ze hoeven van mij helemaal niet weg. Waarom? Ze wonen hier toch? Is het leuk? Nou, tot op zekere hoogte wel. Is het handig? Nee, helemaal niet. Het heeft het leven hier in Nederland alleen maar moeilijker gemaakt.
ruzies. En veel meer agressie. Ik ging hier naar de Plus, zo'n supermarkt. En die zit dan vanwege de bezuinigingstoestanden in een kelder. En dan heb je een roltrap omlaag en een roltrap omhoog. En die doet het soms niet. Ja, ik stond op die roltrap omlaag. En ik hoor dingen links achter mij. Of achter mij. En ik word tegen mijn schouder geduwd. En die jonge man die roept: hey, opzij, ouwe. En dan denk ik: wat de F? Het is respectloos tuig. Als ik zo'n buitenlandse jongen was, ik zou mijn ouders hebben vermoord. En waarom heb je mij gebracht naar een land waarin ik geen respect kan hebben voor mensen zoals Perry van Schisters Martinus Winkel? Ik had ook een keer een petje, dat is al jaren terug hoor. Ik had een petje en daar had ik een sticker, een dingetje op gedaan met een Nederlandse vlag. Het petje is inmiddels kapot of ik ben het kwijt. Dan zit ik in Café de Wacht en dan was er een jongen uit het buitenland, een Koert of zo. En die zei: ik zou dat petje van je kop willen rukken en kapot willen stampen. En ik kijk die man zo aan. Wat ben je nou aan het doen, man? Wat zit je nou te zeiken? Dat mag ik toch? Een petje met een Nederlandse vlag? Wat is dat nou? Ik ben toch geboren in Nederland? Ik heb in mijn jeugd heb ik Koninginnedag gevierd hoor. En dat vond ik nog leuk ook. Nederland is mijn land. En die Nederlandse vlag vind ik uitstekend. Waarom niet? Ieder land moet zijn eigen vlag hebben. Waar kom jij vandaan? Nou, ik kom uit Nederland. Oké. Dat maakt er niet uit. En even later kwam ik die sukkel tegen in het streetcafé. En dan zei ik tegen hem van: ja, jij hebt een beetje hekel aan de Nederlandse vlag en zo. Hè? Ja, zei hij, de Nederlandse vlag vind ik helemaal niks. Ik zeg: oké, zullen we dan een vlagverbranding gaan doen? Oh, dat sprak hem wel aan. Ik zeg maar zo. Ik neem een Nederlandse vlag mee. Jij neemt een Koerdische vlag mee. Jij mag mijn Nederlandse vlag verbranden en ik mag jouw Koerdische vlag verbranden. Toen keek hij toch raar, joh. Ja. Maar we hebben het over. Wat doen die lui hier? Welvaart zoeken? In een land met een staatsschuld van hier tot Tokio. Wij moeten meebetalen aan de NATO om bommen te gooien op Syrië. Wij moeten ook nog meebetalen aan de Europese Unie, zodat ze daar hun cocaïne snuivende minnaressen kunnen wipperen. Want ga mij niet lopen vertellen dat de Europese Unie gelijk staat aan het offeren van de dingen van celibaat of zo. En dan vlug je hier naartoe. Sukkel dat je bent. Kijk, bij Auschwitz, daar konden die Joden nog zeggen van: ja, we konden er niks aan doen. We moesten op de trein. Want anders, zijn we maar naar Auschwitz gegaan, want we werden gedwongen. Nee, maar deze lui, die komen uit vrije wil naar Auschwitz. Waar ben je mee bezig? Met je brabbeltaaltje. Gagamikugimikugu. Nee, dan gaat het echt helemaal geweldig lukken, jongen. Ja, maar Maxima is ook een buitenlander. Ja, Maxima is katholiek. Ja.
En katholieken zijn geen buitenlanders, zijn geen binnenlanders. Katholieken zijn globalisten. Die geloven in een wereldgeloof. Wat zij dan op de kaart gaan zetten. Wij doen het wereldgeloof wel. Dus dat het wereldgeloof niet komt. Want ja, er zitten bepaalde aspecten aan. En wij hebben dat allemaal uitgeknobbeld. En wij maken het... wij doen het wel. Homo van een Maxima. In de slechte zin van het woord. Maxima is katholiek. Geert Wilders ook. En die buitenlanders die zijn er dan bij om te helpen dat die katholieken ons zelfstandige denken kapot kunnen maken. Een beetje, nee, dat een. Net als in de benzine heb je dat ook. Hoe is dat nou? Zo'n dingetje dat dan helpt, zo'n chemisch stofje, en dat helpt dan voor de verbranding te verbeteren. Zo. Iets wat je toevoegt. Ja, hier spreekt de overheid. Ja, de West-Europese bevolking, dat zijn hele eigenwijze mensen en die zijn verantwoordelijk voor de slavernij. En de hele westelijke overheersing. Dus ik denk dat het tijd is dat jullie je geld terug gaat halen. Behalve het feit dat wij als Nederlander nooit een reet verdiend hebben aan de kolonisatie. Al die poen is gestroomd naar de katholieke kerk, de fascisten, de communisten, de democraten, zeg het maar. De CEO's, de big boys, de katholieken dus. En die hebben al die poen, maar wij niet. En wij krijgen dan als dank voor het feit dat we onze zoons helemaal naar Indonesië hebben laten sturen onder valse voorwenselen, want ze allemaal zo leuk zijn, voor de kruidenhandel. Wisten wij veel dat ze voornamelijk, hoe heet dat spul, opium. Ja. Nee, je moest eens weten. En die bruino's, die weten dat allemaal niet. Veel blanco's ook niet hoor, of blanda's, van die witneuzen, weten het ook niet. Die lopen ook nog steeds op Koninginnedag met een vlaggetje te zwaaien van ik ben voor de koningin. Uit Argentinië, want zij was erbij toen 35.000 burgers zijn vermoord. Ho, ho, ik geloof in de koningin. Maxima, ik geloof. Ik geloof momenteel helemaal nergens meer in hoor. Ik geloof niet meer in iets. Nee, helaas niet. Ja, maar Piri, jij bent toch een christen? Hoe kan je dan zeggen dat je niet gelooft in iets? Nou, ik ben niet alleen een christen. Ik ben ook logisch onderlegd. Taalkundig onderlegd. Ieder woord heeft een rijkwijde, een betekenis. En het woord iets heeft een hele mooie betekenis. Dat is namelijk iets. Maar ik geloof niet in iets. Weet je wel, weet je niet. Ik ken ook zo'n Turkse familie en er zijn hartstikke aardige mensen. En die oma, ik ken die zoon, Sammy heette die. Die zat bij mijn dochter in de klas. Zijn moeder ken ik. Zijn vader ken ik ook. De moeder van zijn moeder ken ik ook. Dus dat is de oma. Best een leuke familie. Ik weet niet wat ze hier doen. Geen flauw idee.
Hij werkt in de... Wat hier in Nederland hebben we een... Zo'n arbeidseinsatz voor mensen met een IQ van 0, niks niet, hè? En niks kunnen. Weer een melding. Even kijken, hoor. Ik ben er maar druk, hè, als... Taalkundige. Is hij er al? Nou, wat zei hij? Maar hij staat, ja. Even. Het zijn hele aardige mensen, dat is het probleem niet. Maar wat doen ze hier? Die man die werkt dan dus in de arbeidseinsatz. Hij heeft een uitkering dus of zo. En dan moet je, weet ik veel, nummerbordplaten stampen of zo. En zij heeft een diploma voor doktersassistenten. Ja, in het allopathische systeem. Dus zo giftig als de... De eerste beste, nou zeg maar. Maar daar werkt ze dan. Hun kind heeft een eetstoornis. Die groeit helemaal niet. En het is toch al een Turk. En Turken worden niet zo lang. Maar hij gaat voor het kampioenschap de kleinste Turk van Arnhem. Want hij wil niet eten. Ja, wat doen die mensen hier? Ik ken iemand uit Joegoslavië... Helemaal losgedraaid, dolgedraaid. En ik denk, ja, wat doe je hier? En haar oudste broer, die is seniel, dement. En die zit in de buurt van Doetinchem. In een leuk gebouw weg te kwijnen. Wat doe je hier? Wat doen wij? Wat doen we met al die buitenlanders? Behalve dat ze een bak. Kun met geld kosten. En dan gaat ook nog in de EU, wordt er nu afgekondigd. Maar ja, als je er tegen protesteert, dan is dat een misdrijf. Dan ga je de gevangenis in. Omdat je tegen de vernietiging was, het onderuithalen was van de Nederlandse cultuur. Ik ben sprakeloos. Het is een regelrechte belediging. En dan zeggen ze van ja, maar koning Willem van Oranje, dat was de kanalengraver. Nee, dat hebben wij zelf gedaan. Wij hebben die kanalen gegraven. Wij kwamen onder de modder thuis met zweetvoeten bij onze vrouwen die ook al last hadden van haaruitval, maar we hadden 3 kinderen. En dan gaat papa morgenochtend om 6 uur weer de deur uit en die gaat kanalen graven. Die mannen deden dat, die Nederlandse mannen. Wie denk je dat de afsluitdijk hebben aangelegd? Er zijn Marokkanen die geloven dat hun grootvaders dat hebben gedaan. Maar dat was helemaal niet zo. Toen die watersnoodramp kwam in 1951, 1953, whatever. Hè? Begin jaren 60. Hoeveel buitenlandse hulp hebben wij aangeboden gekregen? Ja, ik geef je 10 seconden om over na te denken. Dat was niet gelijk Haiti. Nee. Wij kregen meer hulp aangeboden en we zeiden tegen die mensen, lief dat je dat aanbiedt, maar het hoeft niet. Wij ruimen zelf die verdronken koeien wel op. Dat is ons land. En de Polen, die hebben nog geholpen. De Engelsen misschien ook, maar dat was een beetje. 90% van het werk hebben wij zelf gedaan. 80%. En daarna hebben wij zelf
een hele dijkenpartij gemaakt rondom Zeeland. Dat hebben wij gedaan. Het is ons land. En niet van de Marokkanen. En niet van de Turken. En niet van de Koerden. En niet van de Libiërs. En niet van de Somaliërs. En niet van de Kenianen. Niet van de alle andere Arabische gaga. Het is ons land. En als zij hier willen komen verblijven en ze zitten lekker te beklijven met onze fijne communistisch-fascistische katholieke overheid en ze gaan een beetje lopen heulen met de vijand. Nou, moet je zelf weten. Mijn vriend ben je niet. Ik vind een klojaal. Een sukkel. Ik heb ook Nederlandse mannen die in de uitkering zitten, hoor. En ik binnenkort ook. Ik word een buitenlander. Ik ga asiel aanvragen hier in Nederland. Ja, ik woon hier niet meer. Het is mijn land niet meer. En ik ben buitenlander geworden. Ik snap er niks meer van. Ik moet een inburgeringscursus krijgen. Ik wil Mandarijns leren. Ik wil Koerdisch leren. Ik wil Arabisch leren. Ik wil Turks leren. En dan het stadse dialect en het plattelandse dialect. Ik wil dat Irakees, want er zitten ook weer varianten in. Ik wil Parsi leren. Ik wil Russisch leren. Een Pools. Ja, kom maar op. Laat mij inburgeren. Snap je? Ik ben niet boos of zo. Ben jij maf? Ik ben een beetje normaal. Dat kan toch helemaal niet? Ik vond Nederlands al een heel gedoe hoor. En nog steeds. Dan ook nog Parsi. Ja, dat is lastig. Dat is een issue. Het Spaans, al die Spanjolen hier, wat doen ze hier? Ja, we zijn op vakantie. Ja, ik mag het hopen. Ik ken een jongen, Nelson, was een bijbelgelovende christen. En die is gevlucht vanuit Chili, waar Pinochet toen zo lekker bezig was. Namens de katholieke kutkerk zeggen, maar ik bedoelde de katholieke kerk. Hè. Hij is gevlucht. En hij spreekt Nederlands. En Spaans natuurlijk. Dat is een aardige man. Rashid is ook een goede gozer. Daar heb ik niks mis mee. Alal is een eikel. En die andere, Mohammed of zo, maar dan anders. Dat is ook zo'n lul, die verkoopt slechte speed. Snap Nederlands niet. Je is al 30 jaar hier, dus waarom zou je Nederlands kunnen kennen? Een normale Nederlander van 30, die kan toch ook geen Nederlands? Dus ja, 30 jaar. Om Nederlands te leren kennen, daar heb je minimaal 180 jaar voor nodig, hoor. Ga dan weer. Ja, ga terug. Ga terug. Ga terug of ga dood. Sterf alsjeblieft. Maar dan krijg je weer nieuwe buitenlanders. Ze gaan er 150 miljoen binnenkort naar binnen pompen. Dat wordt nog leuk. Ja.
Nee, dat wordt nog geinig. Nee, dan gaan we echt lachen, hoor. Zou ik net hebben, wat het leuk. Met nog meer van die bruinoos erbij. Nog meer van die mensen die niet weten waar Bovenkerk ligt. Of Schorel, of Katwijk, of Texel, of Ameland, of Drenthe. Hoi, kom hier binnen en is het hier leuk? En ik wil... Dat is een mooie confrontatie met de stupiditeit van de rest van de mensheid. Want laten we eerlijk zijn, wij Nederlanders zouden nooit en masse zijn weggetrokken naar Kenia, Somalië. Oh, op vlucht voor de oorlog. Oh, we gaan weg. Nee, we kregen al die bommen op ons dak in de Tweede Wereldoorlog en we bleven lekker zitten waar we zaten. We hadden niet gelijk vluchten. En die buitenlanders wel. Rachid, die vertelde aan mij, die komt uit Marokko. Die is geboren in Casablanca. Het Witte Huis. Casa is huis. Blanca is wit. En hij was op vakantie geweest. Hij zei, het is daar zo smerig. Dus op een avond liep hij ergens naartoe. Hij wist de weg, dacht hij. En toen weer terug. En overal vuilnis op straat. Hij zei, ik ben blij dat ik weer thuis ben. In Arnhem-Zuid met een uitkering. En een benedenwoning met een voortuin en een achtertuin. Je n'aime pas Marokko. Hij kan goed Frans. Hij houdt niet van Marokko. Ja, en dan komt hij maar naar Nederland. En waarom houdt hij dan niet van Marokko? Nou, het is er één grote, vieze, vuile puinzooi. Gekke mensen in een zandbak. En Alal, die zei tegen mij even, ja, jij geld hebt. Ik zorg vakantie. En wij... En dan via Wezen in Duitsland, dan heb je een goedkoop ticket. Wij nachtclub in, jij 100 euro, en wij fles whisky, en nootjes, en vrouwen. Ja, dan val ik helemaal stil, hè. Dan weet ik het niet meer, hoor. Door de gedachte lijkt me wel leuk, dan ga ik met mijn, ja... Ja, daar ga ik er wel naartoe en 100 euro. Ik heb het nou niet meer, maar stel ik had 100 euro en dan zo'n vliegticket. En ik geloof het wel. En dan eten bij zijn tante, dat zal wel leuk zijn. En dat idee van die fles whisky, dat vond ik aardig. Ik, ja, dat is wel lekker. En nootjes erbij, dat kan ook. En dan van die meisjes erbij, dat kan ook. Waarom niet? Meisje, meisje, wat doe je hiertje? Ik kom uit Holland. En wat zullen we gaan doen dan? En dan geven ze een meisje wat geld. Het kan wel, maar is dat mijn vakantie? Nee, helemaal niet. Al die arme meisjes, ik kan dat verdriet niet verdragen. Ik denk wel eens, ik ben goddelijk. In de zin dat ik hou van iedereen. Maar ik ben zelf nogal dom en
doordat ik zelf nogal dom ben, kan ik ook de domheid van een ander mens herkennen. En dan denk ik, alal, dit was een dom voorstel. Ja, ja, dat zijn zo van die dingen. Ik heb wel andere problemen aan mijn kop, hoor. Namelijk mijn eigen domheid. Ik ben ook zo stom als het achteraan van de varken. Ik heb mezelf totaal niet onder controle. Ik doe een beetje mooi weer spelen. Net alsof alles goed gaat. Maar het gaat helemaal niet goed. Het wordt één grote paanhoop. Ik ben een kind van God. Ik zou graag een keer op evaluatiegesprek willen met God. Van, God, mag ik even een tussendoortelling? Hoe heb ik het tot nu toe gedaan? Ja, dat kan dan niet. Niet officieel. Hè? Ja, bij de katholieke kerk kan je dat doen, maar dat is fake. Dat is iets namelijk. Ja, het is maar wat. Dus het is echt niet moeilijk om te begrijpen dat het moeilijk is. Het is geen geintje wat ze doen. Het is geen geintje wat wij mensen elkaar aandoen. Zonder dat we dat weten. Er was een man en die heette Jan Maat. En die zei in de jaren 90, de multiculturele samenleving moet worden afgeschaft. Daar had hij gelijk in. Zijn uitvoering was, ja, net als Pim Fortuyn, die had ook wel een, maar de uitvoering, die klopt niet. Te jolig is dat. Het moet veel serieuzer zijn. Even kijken of de website het alweer doet. Fuck, nog steeds niet. Ai, 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 ai. Nou, ik maak deze uitzending af en dan ga ik even dat probleem oplossen. Ik ben een Nederlander. Ik heb een goede taalbeheersing. Ik kan Engels. Liefst met een Nederlands accent. Dat vind ik het leukste Engels. How do you do? Amsterdamse Engels. Did you really mean that? I am surprised. Die stomme R'en en R'en. Die Engelsen kunnen helemaal geen taal. Die kunnen alleen maar Engels. Wij Nederlanders, wij kennen taal. En dan kan je zeggen, ja, maar hoeveel filosofen waren er dan in het Nederlands taalgebied? Een stuk of 2. 3, 4, 5. En heb je nog mij? Ik ben ook een filosoof. Ik snap het. Wij Nederlanders die snappen het hoor. Wij spelen mee op het hoogste niveau. Zelfs in de wereldorde, de katholieke orde. Dus bij Microsoft, er waren Nederlanders die daar furoren maakten. Ja, wat wil je met zo'n perfecte taal? Zo'n natuurlijke taal. Nederlands is natuurlijk qua taal. Hebreeuws is formeel gesproken natuurlijk. Heeft het Nederlands geen last van?
Hebreeuws dat werkt met keelklanken. En je hebt 22 letters. Want 22 gedeeld door 7 is 3,14. En dat lijkt op pi. Weet je ook gelijk waar het getal 22 vandaan komt. Wij hebben 26 letters. Oh, 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 wat kunnen wij daar mooi mee omgaan. En al die dialecten die we hebben. Brabus, Limburgs, Achterhoeks. De Twins, heb je Drins, heb je Grunnings. En Frisk, dat is dan een eigen tol. Officieel. Maar dat kennen ze ook zo verstaan. De Ilandproot, eilanden. De Noord-Hollands proot. Dat Zuid-Hollands. En dat Zeeuws, dat is heel mooi ook, Zeeuws. Jan Maat had moeten zeggen, wij Nederlanders, wij de beheersers van Nederland, wij hebben genoeg culturen. Daar hoeven geen culturen bij. Niet nodig. Groningen voor de Grunningers, Friesland voor de Frisk, de Ierlanden voor de Ierlandbewoners, Noord-Holland voor de Noord-Hollanders. Zuid-Holland gelijk hetzelfde. En Zeeuws-Vlaanderen voor de Zeeuw. Wij hadden toen op moeten staan. Ja. Hebben wij niet gedaan. We hebben mooi verzaakt. Dat zijn de andere problemen. Hè? Dat wij genoegen nemen met een moord op Marianne Vaatstra. En een beetje zo, oh, dan gaan we Brabantse koffietafel eten. En dan is het, ja, dat met Marianne Vaatstra is dan heel snel vergeten. Dat is het andere probleem. Dat is het andere probleem. De stupiditeit der Nederlander. Een beetje lopen zeuren over Geert Wilders. Dat gaat er weer. Geert Wilders, die werkt voor de paus. Een soort Mozart. Hij kan zelf helemaal niks. De teksten worden voor hem geschreven. Die man heeft wekelijks overleg. En Geert Wilders weet ook dat als hij maar 1 centimeter buiten de pot piest, dan wordt hij gepimfortuind. Maak ze daar een mooi drama van. En dan wordt hij vermoord door een Marokkaan. Maar niet huis. Wat ze met Pim Fortuyn hebben gedaan, hebben ze Volkert van de Graaf ingeschakeld. Dat doen ze ook met Magamo de Begini, hoor. Die krijgt ook 2 advocaten, en dan moet hij 3 jaar cel doen. En, ja, en dan... Party, toe. Zoiets. En Geert Wilders, die weet dat. Die kijken wel linkeruit. Kijk, wij denken nog steeds dat John F. Kennedy... dat hele gebeuren veroorzaakt was door een malloot. Dat was niet zo. Het was een zorgvuldig voorbereide operatie. Dat weet Geert Wilders ook. En Mark Rutte ook.
Zij staan in de keuken en verdragen de hitte. En dat Donald Rumsfeld of George Bush. En wij willen het niet in de gaten. Oh, 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 oh. Ja, het is mijn probleem, hoor. Ja, niet mijn probleem. Het zijn andere problemen. En mijn eigen probleem is dat ik mezelf niet onder controle heb. Dat is nogal naar, eigenlijk. Dat is een grapje. You got your troubles, I got mine. Als er één ding waar ik blij over ben, hè, is het dat ik ben nu 59 en nog in leven. Als ik nu sterf, dat lijkt me echt zo. Dat kan ik niet maken. Dat kan ik niet maken. Dus ik moet nog even door. Maar ik hoef geen 30 jaar meer door. Dat ga je mij niet wijsmaken. Christus Jezus die hing aan het kruis en die zei: Heere, laat deze bittere beker aan mijn mond voorbij gaan. Ja, zo is het, ja. Maar die mazzelpik van een Christus Jezus, die was er ook in 30 minuten vanaf. Ja, ik moet nog langer de onzin verdragen. Een stelletje malotische Nederlanders. En die worden geïnfiltreerd door enorm veel buitenlanders die geen Nederlands kennen. En iedereen zegt: hallo. En je krijgt een klap voor je bek van een Marokkaan voordat je. Ik maak graag foto's. Ik zag heel mooi licht. En ik denk, oh, dit is een mooie foto. Ja. Dus ik maak een foto van de gebouwen en het licht en de menselijken die daarin wandelen. Dus niet een architectuurfoto. Het was een foto van de omgeving van Arnhem. Kijk, zo ziet Arnhem eruit. En die zon kwam er heel mooi in. En dit is een hele goede picture. Dus ik sta stil en wacht op een goede moment. En ik denk, ja, dat is een. Komt dus een buitenlander op me af. Jij maakt foto mij. Ik zei nee. Ik heb een foto gemaakt van dat gebouw met het licht en het wandelende publiek. En niet van jou. Zullen we hem zien? Nee! Jij gooit foto weg. Nou, ik zat op 200 meter afstand van het politiebureau. Ik had ook gelijk tegen die man kunnen zeggen van: oké, we gaan samen naar het politiebureau. En dan ga jij naar het asielzoekerscentrum voor de uitzetting naar. Waar kom je ook alweer vandaan, klojo, omdat je geen Nederlands spreekt. Ik maak toch een foto. Wat doet dat tuig hier? Niet dat ze weg moeten, daar gaat het me helemaal niet om. Wat maakt mij eruit? Ik heb er last van. En ook doet mijn server het niet. Dat is erg vervelend. Nee, ik moet aan de slag. Eindelijk wat gaan doen. Dan praten over Marokkanen, buitenlanders en andere problemen. Dus op zijn hamburgers, zaak ik. Tjus. En dag lieverds.